verliefdheid. Dat jongens vaak meisjes pesten omdat ze daar gevoelens voor hebben. Ik krijg enorme heimwee. Ik ben 13 en ik wil er toch graag vanaf. Ze scholden me altijd uit en soms zeiden ze dat ik dood moest. Denk alsjeblieft nooit om uit het leven te stappen. Het leven is nog super mooi. Ga later nog keiveel toffe dingen meemaken. Yo iedereen en welkom weer bij een nieuwe Hartjesluchten. Het is vandaag woensdagochtend. De video komt vandaag online. Het is geen ochtend meer, het is al vanmiddag. En jullie zijn al lang terug van school, maar ik sta in mijn onesie. Want ik had geen zin om mij aan te kleden. En wat is er beter dan advies geven in je pyjama? Kom aan! Als jij dit op YouTube bekijkt, is het waarschijnlijk woensdag. Maar als je dit op Instagram bekijkt, is het donderdag. Want ik ga sommige video's vanaf nu ook uploaden op mijn Instagram. Atia de Winter. Omdat jullie problemen insturen via Instagram, dacht ik dat het ook handig is om dat op mijn profiel te zetten. Maar op Instagram komt het dus een dag later. Dus als je op YouTube bent, ben je veel cooler. Instagram mensen, jullie zijn ook cooler. Vandaag gaat de video vooral over pesten, maar natuurlijk ook weer over liefde. En over ouders en gescheiden ouders. Dus laten we er maar in vliegen. Let's go! De shout-outs van de vorige video zijn deze twee. Wil jij nu ook een shout-out? Vergeet dan niet om te reageren met de hashtag Justice. Dus laten we maar in de problemen duiken. Oké, ik hoop dat ik weer vandaag goed advies kan geven. Het is trouwens ook heel veel over beste vriendinnen. Meisjes kunnen heel gemeen zijn. Dat is echt zo. Jongens ook, maar meisjes meer. Hey Jade, ik heb een vriendin en ze gedraagt zich heel anders dan vroeger. Ze doet heel arrogant en gemeen tegen meiden, die gewoon aardig zijn. Ik wil soms dat ze gewoon even mijn vriendin niet meer is. Ze heeft wel wat problemen thuis en ik wil haar daar graag mee helpen, maar ik weet niet hoe. Heb jij misschien advies? Dat is echt een hele goede vraag, want mensen die pesten zijn meestal zelf heel onzeker. En zoals je al zei, als ze problemen thuis heeft, kan ze afreageren op mensen die ze kent en die vooral heel dicht bij haar staan. Of ja, gewoon tegen mensen die wel vriendelijk doen tegen haar. Gewoon in het algemeen tegen mensen. Ik zou echt eens op het moment dat je vriendin een beetje emotioneel is, zou ik haar eens aan de kant nemen en even een serieus gesprek proberen te starten. Ze gaat dat in het begin waarschijnlijk eerst niet willen omdat ze denkt, ik heb geen hulp nodig. Maar je moet nooit bang zijn om hulp te vragen. En als jij je vriendin wilt helpen, echt daar, doe dat alsjeblieft. Want ze heeft het waarschijnlijk heel moeilijk. Ze durft dat waarschijnlijk ook gewoon niet te uiten. Dus praat met haar, vraag wat is er aan de hand. Even serieus, ik wil je helpen. En ik wil niet dat je zo doe, want soms denk ik echt van dat ik u niet meer ken. En volgens mij gaat dat wel doordringen tot haar. Dus veel succes toegewenst. Verliefdheid. Hey Jade, er was een jongen op mij verliefd in het 6e leerjaar, maar ik ken hem niet echt goed. Want hij zat in een andere klas. Daarom vond ik het ook een beetje raar en zei ik ook nee. Want ik vind 12 jaar een beetje te vroeg om met iemand te zijn. Maar nu zit ik in het eerste middelbaar en hij is het tweede trimester veranderd van school. Hij zit nu in mijn klas en doet de hele tijd irritant en scheldt mij de hele tijd uit. Wat moet ik doen? Dit is dus ook een soort van pestgedrag. Maar mijn vriend Evert zei onlangs tegen mij dat jongens vaak meisjes pesten omdat ze daar gevoelens voor hebben. En waarschijnlijk omdat je die jongen hebt afgewezen, is die gekwetst en denkt die: hey, maar ik ga mij hier niet laten doen. Waarschijnlijk is het dat. Die jongen op zijn hart getrapt en die denkt nu van: oh, je bent een rot meisje of whatever. Maar dat bent je natuurlijk niet. Misschien kent hij ook je niet helemaal goed. En het is wel lastig om op zo'n mensen af te stappen. Ik zou gewoon, als hij zo rot tegen je doet, zou je dat gewoon negeren. Hangt natuurlijk af van de jongen zelf. Maar meestal op die leeftijd zijn jongens stoer. En als je op hun hartje trapt, dan gaan ze heel gekwetst reageren. En meestal ook gewoon irritant gedrag vertonen. Dat groeit er wel uit. Meid, ik zou je dat gewoon echt niet aantrekken. En als hij nog iets zo doet tegen u, negeert dat gewoon. Je bent wel beter waard. Hoi Jade, ik heb een probleem. Ik kom uit een ander land, uit Azië, en heel veel kinderen zeggen dat ik Chinees ben. Maar dat ben ik niet. En dat gebeurt heel vaak. Ik zit nu in groep 8 en ik ben bang dat als ik naar de middelbare ga, dat het nog erger wordt. Ik durf niet tegen de kinderen te zeggen dat ik niet Chinees ben. Dus kan je mij helpen, please? Ik hou van jouw video's en ik heb al jouw video's gezien. Love you! Oh, dat is super lief, dankjewel. Ook echt dank u dat jullie altijd van die lieve berichtjes sturen. Dat betekent echt super veel voor mij. Maar dus, voor jouw probleem. Als mensen, gewoon in het algemeen, als mensen je uitschelden met je nationaliteit, dan is dat gewoon echt, dat is gewoon echt heel laag. En sorry, maar dan hebben ze toch ook niks anders waar ze commentaar op kunnen geven. Waarom zouden ze jou uitschelden dat je Chinees of Aziat bent? Je kunt van alles zijn, dat maakt toch niet uit. Het ding is gewoon, jij moet trots zijn op jouw nationaliteit en als jij nu geen Chinees bent, dan zeg jij gewoon dat je geen Chinees bent. Dan gaan de kinderen denken, oei, ah, wat ben je dan of zo? En volgens mij gaan die dan wel interesse in je tonen.
Of als je het niet weet, dan zeg je gewoon, ik praat daar liever niet over, want ik weet het zelf niet, maar ik weet wel dat ik geen Chinees ben. Be proud of who you are, echt waar. Niks van aantrekken. Komt allemaal wel goed. En ik denk niet, in het middelbaar ga je misschien met allemaal andere kinderen zitten en normaal ga je daar geen aandacht aan besteden. Ik hoop het toch voor jou. Oké, nu iemand die een beetje problemen heeft met haar ouders en gescheiden ouders. Heel veel mensen hebben gescheiden ouders. Mijn ouders zijn zelf al gescheiden van toen ik 3 jaar was. Hey Jade, ik zag een video waarin je mensen met hun problemen helpt. Wel, ik heb ook een probleem. Ik durf nooit ergens te slapen. Niet bij vrienden of familie, tenzij mijn mama er ook is. Ik krijg enorme heimwee. Ik ben 13 en ik wil er toch graag vanaf. Tips. Deze persoon heeft trouwens 2 probleempjes ingestuurd. Nooit ergens blijven durven slapen omdat je heimwee hebt. Nou, dat snap ik wel. Je moet dat ook niet doen. Je moet nergens blijven slapen. Ik ga vaak ook niet graag bij andere mensen slapen, omdat ik echt... Ja, ik weet niet. Ik ben dan bang dat ik in mijn slaap dingen ga zeggen of... of dat ik ga vallen, want ik val vaak. Heimwee is echt normaal, zeker op die leeftijd. Ik denk dat dat gewoon wel overgaat. Zelf heb ik nooit echt heimwee gehad. Ik heb wel heimwee aan plaatsen. En je kan dat verlichten door, als je daar in je bed ligt, gewoon naar foto's te kijken van je mama. Of gewoon even te sturen met jouw mama als dat kan. Gewoon even wat berichten te lezen. En volgens mij gaat die heimwee dan wel over. Je kan leuke filmpjes kijken van jullie samen. Of ik kan gewoon Netflix kijken. Maar ik denk dat dit een probleem is dat met de leeftijd wel over zal gaan. Moet je daar niet voor schamen. Dat je nog zo gehecht bent aan je mama. Dat is helemaal niet raar of zo. Ik vind het juist heel lief eigenlijk. En dan het tweede probleem. Ik heb nog een probleem. Mijn ouders zijn al heel lang gescheiden en ik woon vast bij mijn mama. Mijn papa heeft nooit heel veel aandacht gegeven aan mij, maar nu komt hij 3 huizen naast me wonen en ik vind dat niet zo leuk. Ik ben bang dat ik meer naar mijn papa moet gaan. Wat moet ik doen? Volgens mij kan je gewoon echt tegen je ouders zeggen van hey, ik wil niet naar mijn papa gaan, want ik ben liever hier. Dat gaat natuurlijk wel je papa wat kwetsen, want die wil misschien ook wat meer tijd met jou spenderen, maar je kan hem voorstellen om op daguitstapjes te gaan of dat jij eens een dagje naar daar gaat, maar dat je wel bij je mama slaapt. Volgens mij gaat hij daar al heel tevreden mee zijn en jij bent het belangrijkste, jij bent wel prioriteit bij jouw ouders, dus volgens mij gaan ze dat echt wel begrijpen. Gewoon goed over praten. Nu terug over beste vriendinnen. Hey, ik had een beste vriendin en ik vond haar geweldig. Maar toen we niet bij elkaar in de klas zaten, toen we naar het middelbaar gingen, kreeg ik nieuwe vrienden. Ze vond het niet leuk om me te delen en zei dat ik haar negeerde en dat ze geen vrienden had. Ze vond me een beetje en praatte niet meer tegen me. Ik was zo gekwetst, maar ik liet haar gaan, want mijn ouders zeiden dat ze het niet waard was. Dus ik ging niet meer met haar om. Ik lachte altijd nog toen ik haar zag, maar na een tijd stuurde ze me haatberichten en ik was gebroken. Ze bleef maar sturen zoals, ik ga al je vrienden afpakken, want je verdient geen plezier, en ze brak het contact met me. Na al dat begon ik de berichten te negeren. Ze begon op school gemene blikken naar me toe te werpen en al mijn vrienden namen het nog steeds voor me op, maar het is echt niet leuk. Het is ondertussen gestopt met haatberichten te sturen, maar ze rolt nu. Mijn ouders en klastitularissen, ze weten het, maar ze zegt nog steeds dat ik mag oprotten en aandacht trek. Ik voel me altijd zo slecht, ze verpest soms echt alles. Ik ben nog steeds dat super vrolijke meisje, maar niet zo vrolijk als vroeger. Wat moet ik doen, Jade? Jouw video's vrolijken me op. Heel veel liefs. Oh, super lief, dankjewel. Mijn doel is echt altijd om jullie op te vrolijken met video's. Moeilijke situatie. Als ik het zo bekijk, is jouw beste vriendin gewoon heel erg gekwetst dat jij minder met haar omgaat. En ook al was dat jouw intentie niet, dat is zo overgekomen bij haar. En ze voelt zich nu heel gekwetst en denkt, oh, je verdient niks en ik ga alle vriendinnen afpakken. En dat is zo omdat ze, ja, omdat die gewoon verdrietig is dat je minder met haar omgaat. En natuurlijk, dat kan je bedoeling niet zijn geweest, maar zij is dat zo beginnen denken. En alle andere dingen dat er dan aankomen, gaat ze nog steeds bozer op jou worden en gaan de signalen nog duidelijker zijn. Maar ik zou gewoon even een lang berichtje sturen of een bericht inspreken naar haar van hey, ik weet dat het slecht is gelopen en dat was helemaal mijn bedoeling niet. Sorry dat je dat zo hebt gezien. Zeg gewoon echt van dat er miscommunicatie is geweest en dat je het heel spijtig vindt dat ze zich gekwetst voelt. En ja, gewoon dat ze zich zo verdrietig voelt. Want volgens mij is ze gewoon echt heel verdrietig. En wil ze nog steeds jouw vriendin zijn. En kan ze er niet tegen dat jij met andere vriendinnen ook omgaat. Ik zou gewoon proberen om haar meer te betrekken bij jouw vriendengroep. Of gewoon met haar apart om te gaan. En volgens mij moet dat wel goed komen. Ook met de jaren gaat zij andere mensen leren kennen. En komt dat waarschijnlijk wel goed. Of jij kan gewoon ook terug bevriend met haar raken. Want geloof mij, beste vriendinnen kunnen veranderen in de grootste vijanden. En grootste vijanden kunnen ook veranderen in beste vrienden. Ik heb dat al een paar keer meegemaakt.
allebei. Vooral vijanden naar vrienden dan. Allee, vijanden is een groot gezicht woord, maar mensen die je op het eerste zicht niet mogen, daar kan je na een tijd echt gewoon keigoed mee klikken. En met die mensen heb ik nu echt nog contact. En dat is ook gewoon echt grappig als je dan dingen over vroeger ophaalt. Dus echt veel succes met haar, dat gaat wel goed komen, zeker na een lange tijd. Hey Jade, ik was verhuisd naar een andere stad in de vakantie voor ik naar het eerste leerjaar ging. Dus ik moest naar een nieuwe school. Op die school pestte iedereen me altijd. Ze scholden me altijd uit en soms zeiden ze dat ik dood moest. Heftig. Ik zit nu in het eerste middelbaar en alles ging goed totdat de jongen uit mijn klas hetzelfde begon te doen als die kinder van het lager. Hij zei vrijdag nog dat ik waardeloos was en niemand het iets zou boeien als ik zou sterven en dat ik zelf. Wat moet ik doen? Ik hoop dat je reageert, want ik wil op dit moment echt weg van de wereld en niemand weten. Nee, niet doen. Oh, niet zo'n dingen zeggen. Ik ben nog super jong. En dit is echt, ik heb dat al gezegd, 12, 13, 14, het is echt een hele moeilijke leeftijd. Je leert jezelf kennen, mensen pesten u en geloof mij, er worden echt zoveel mensen gepest. Pesten is echt iets zwak. Meestal de mensen die je pesten zijn zelf super onzeker of maken zelf iets slecht mee thuis of zijn gepest geweest. Dat kan ook heel vaak. Ik snap uw visie en ik ga nu iets heel raar zeggen over pesten, waar je er echt al over kan zetten, terwijl hij ook nog wel gepest wordt. Ja, ik ben vroeger ook gepest. Ik wil dat altijd niet zo overdrijven, maar ik werd wel vaak gewoon buitengesloten. Niemand deed moeite om mij te leren kennen. En elke keer als ik daarover praat, denk ik ben aan het overdrijven. Maar die periode heb ik me echt zo onderdrukt gevoeld en gewoon echt van oké, ik ben geen leuk persoon, niemand wil met mij omgaan. Waarom geven die mij geen kans? Ik heb daar al langs zelfs nog over gedroomd, over die mensen. En ik weet zelfs niet of die dat zo bedoeld hebben. Of dat het gewoon was om cool te zijn en aandacht te trekken, want dat is meestal pesten. Die mensen pesten ook om zelf niet gepest te worden. Het ding is, ik vond het heel veel helpen om me echt zo te verdiepen in een hobby. Dus je kan bijvoorbeeld echt als je gamet of zo, als je Sims speelt, als je whatever welke game speelt, kan je daar echt zo helemaal in opgaan en kan je gewoon echt even naar een andere wereld gaan. En soms hebben mensen dat echt wel nodig, denk ik. Ik kon ook heel veel rust vinden in kleuren en naar luisterverhalen luisteren, omdat je dan echt even je gedachten verzet. En dan kan je daar gewoon veel helderder denken. Maar echt daar, denk alsjeblieft nooit om uit het leven te stappen. Het leven is nog super mooi. Je gaat later nog keiveel toffe dingen meemaken. En dan ga je echt denken, oké, gelukkig dat ik toen niks heb gedaan. Of allez, ik ben nu een beetje aan het overdrijven, maar je gaat later echt denken van oké, dat was een donkere periode. Je had er misschien zelfs mee kunnen lachen. Je kan je gewoon focussen op je ding. Ik ben toen, ik gepest werd, ben ik ook net begonnen aan YouTube. En dan dacht ik op school altijd, oké, straks kan ik een video gaan opnemen en gewoon echt je daarin verdiepen. Als je op school zit, kan je gewoon uitkijken naar je hobby. Of het nu een sport is, of dat nu gamen is, of dat nu online dingen doen. Dat kan u zo hard helpen, echt waar. En vooral ook van die creatieve dingen. Probeer ook gewoon Netflix-series te kijken. Dat helpt ook wel echt om je gedachten te verzetten en om je daar even helemaal in te verdiepen. Denk dan niet aan school. Denk gewoon elke keer op school, oké, straks als ik thuis kom ga ik dat doen. En dan helpt dat u er echt wel door. Klinkt heel raar, maar helpt. Deze video is echt al lang, sorry trouwens. De laatste. Ik zit in het volwassen onderwijs en ik ben 19. Ik heb een vorm van autisme. Er zit een vrouw van in de 50 in mijn klas en die vond het doodnormaal om mij elke les uit te lachen en te schelden. En als ik er iets op zeg, ben ik het kleinkind. Ik denk niet dat jij het kleinkind bent daar. Als ik jou was, zou ik gewoon echt geen aandacht geven aan die vrouw. Misschien heeft zij zelf ook problemen, daar weet ik niks van. Maar waarom zou een vrouw zoveel commentaar geven op een bijna 20-jarige? En voor de rest zou ik dat gewoon echt negeren. Dat zal wel overgaan. Of iets tegen de leerkracht zeggen. Allee, ik weet niet hoe volwassen onderwijs echt werkt. Maar ik denk als je dat tegen de leerkracht zegt, dan hey, ik heb een beetje problemen met die persoon. Kun je me daar ver weg van zetten? Of hey, volwassen kunnen ook niet volwassen zijn. Dat was het voor deze video. Amai, sorry dat deze video zo lang duurde. Dus echt waar, onthoud, als je wordt gepest, je moet gewoon echt iets zoeken wat je hobby is, waar je in kunt verdiepen, waar je even weg van de wereld kunt zijn. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Deze video's zijn echt speciaal bedoeld om jullie advies te geven. Geef wel zeker een like als je deze video leuk vond. Vergeet niet om te reageren met de hashtag Justice en om te kijken naar mijn volgende video of jij een shout-out hebt gekregen. Ik hou van jullie. Als je een probleem hebt, stuur dat maar in mijn DM op mijn Instagram. En dan zie ik nu... Toedeloe! Ik hoop dat jij deze video leuk vond. Druk op dit bolletje om te abonneren. Dat zou me heel blij maken. En naast het abonneerknopje staat ook een belletje. Daarop kan je klikken en zo ontvang je elke keer een melding als ik upload.